Nu moet je de sok aan en de schoen aan. En daar zal ik je ook een handig trucje voor laten zien. Want in de praktijk zien we heel vaak dat de rand van de steunkous bij de open teen op gaat rollen als je de kous erover aantrekt. Nou, dat is natuurlijk heel erg vervelend, want dan heb je een dubbele laag en dus een dubbele druk en dan krijg je echt problemen. Het trucje gaat weer met de slidex. Dus wat je nu mag doen is, ik zal de schoen even hier neerzetten. Eigenlijk mag die er even nog naast liggen, dat komt zo. Dan gaan we de slidex op een andere manier gebruiken dan we gewend zijn. Dus we gaan hem niet vouwen met magneetje op magneetje. We pakken de achterkant. En dan vouw je de achterkant een beetje naar onderen dubbel weg. En daarmee creëren we een dubbele gladde laag. En deze die doe je over de voet. Niet te veel, niet te weinig. Dan mag je ook de been wel weer iets naar jezelf optrekken. Nou, en dan pak je gewoon de sok, zoals je gewend bent de sok aan te trekken. Onder de hiel door, want dat is een grote bottleneck. Ja. En haal hem dan weg. Nooit zo in de stof pakken, want dan maak je de stof stuk. Of daar aan het lusje, of als je dan te ver moet reiken, of omvattend. Ja, dat is goed. Trek maar gewoon weg. Pak maar over hoor. Je mag overpakken. Nou weet je 100% zeker dat het randje is blijven zitten. En daar ging het natuurlijk om. En heb je nou een hogere kous, hè, dan snap je natuurlijk dat je ook de kous er mooi mee naar boven kan trekken. Ja. Nou, dan gaan we nu hetzelfde trucje toepassen met de schoen. Dus mag je goed op de grond zetten. En dan mag je mezelf weer vouwen zoals ik hem net heb gevouwen. Dus naar achteren, naar onderen schuif je. Nee, je deed hem goed hoor. Dan doe je een flapje weg. Nee, andersom houden. En dan schuif je dit. Doe je... Schuif je een beetje in de schoen. Niet te veel, niet te weinig. Maar dan kom je gaandeweg, merk je dat vanzelf wel. Want hij moet natuurlijk ook weer uitgetrokken kunnen worden. Zet je de voet op de grond, de schoen op de grond. En dan pak je met één hand het lusje vast. Steek je voeten maar in. En dan trek je aan de slidex, terwijl je met het been naar beneden drukt. Dat is anders. Goed zo, fijn.